En we hebben er vandaag nog een nieuwtje bij, want we hebben namelijk een primeur. Er is een nieuw biertje uit Brabant. Live in de studio is het biertje ook. Klopt. Hallo, hier bij mij in de studio Dennis Hurkmans. Dennis, hallo. Jij bent van de Maashorster Boeren. De Maashorstboeren, ja. De Maashorstboeren. Klopt. En dit is jullie biertje wat jullie hebben gebrouwen. Ja. Nou, vertel eens, wat doet de Maashorstboeren? De Maashorstboeren is een agrarische natuurvereniging van boeren. Ja. Overwegend boeren, maar ook burgers en buitenlui uit de Maashorst. De Maashorst is het natuurgebied wat ligt in noordoosten van Brabant, tussen Uden en Os zo'n beetje. Ja. Met die club van boeren hebben wij bedacht om bier te gaan brouwen. Nou, dat dacht je zomaar opeens. We gaan een biertje brouwen. Nee, we dachten het op twee redenen. Omdat een bierbrouwer tegen ons zei, zouden jullie geen gerst voor ons kunnen produceren? Ja. Nou, toen zeiden een aantal van die Maashorstboeren, wij willen dat wel doen, maar dan moet het wel... Wel verkocht worden. Het moet wel een beetje interessant zijn. Dus dat betekent dat wij praktisch gezien moeten betalen wat die boeren ook voor mais krijgen natuurlijk. Ja. Zo'n beetje. En dit is gerst? Nou ja, dit is al iets verder. Wat je ziet is dat die korrels, die zijn... Ja, voor de cameraman nog even goed. Ja, dit is mout. En mout is gerst die ze laten kiemen. En als je die gerst laat kiemen en je stopt dat proces, dan worden die het zetmeel in die korrel, dat wordt omgezet in vergistbare suikers. Okay. En die suikers heb je verderop in het brouwproces voor nodig om te zetten in alcohol. Ja. Nou, dus dat doe je daarmee. En ja, dat hebben we nu met een heleboel gedaan. En die boeren die zijn enthousiast. Dus die zeiden meteen, nou ja, dan doen wij wel 10 bunder. Zo gaat het dan in Brabant. 10 bunder. Tien bunder, ik ben geen boer, maar wat betekent dat? Dat is 20 voetbalvelden, zeg maar, hè, voor de kijkers thuis. Oké. Okay. En nou, die hoeveelheid, dat bleek het equivalent van 150.000 liter bier. Jongen, en nou hebben jullie dus een biertje. Nou, ja. Laten we ook even zien. Dit is het geworden. Wat is er bijzonder aan dit biertje, Dennis? Smaakt het heel anders als ons bekende merk uit Brabant? Ja, het smaakt wel degelijk anders. Je kan het een beetje vergelijken met een premium pilsner. Dan moet je denken aan Brand, Hertog Jan of Heineken, weet je wel. Een beetje dat soort merken. Daar kan je het mee vergelijken. Ja. En het is iets milder van smaak. Het heeft wel een unieke smaak wat dat betreft. Maar wat vooral uniek is, is dat de gerst die wij geteeld hebben ook echt het ingrediënt is van dat bier. Ja, dat is natuurlijk waar. Dus het is een echt Brabants biertje. Klopt. Met Brabantse gerst. Ja. Hey, en Dennis, wanneer kunnen wij deze biertjes gaan kopen eigenlijk? Waar? We hebben vandaag de eerste partij fusten afgeleverd bij Sligro in Veghel. Ja. Dus Sligro gaat ons bier verkopen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, want wij zijn maar een hele kleine club van boeren. En dan met zo'n groot beursgenoteerd concern. Geweldig. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Nou, ik hoop echt dat het een succes wordt. We gaan zo meteen aan het einde van het programma gaan we drinken. Ja. Dus dan gaan alle gasten die hier zijn eens even proeven. Ik ben heel benieuwd wat we ervan vinden. En ik neem dan natuurlijk ook wel een slokje, hè? Klein slokje. Goed. Super dat je er was. En we zien je zo meteen nog even terug. Oké. Okay. Goed. Nou, en ondertussen loop ik even weer naar Meri. En geen biertjes opdrinken dan, Dennis. Of wel?